Het knusse buurtje rond de vroegere kogelsluis in Kogen de Zaan krijgt een totaal ander aanzien. Bouwbedrijf Somas is hier druk bezig met een veelomvattend bouwplan, waaronder de restauratie van het befaamde eeuwenoude horecacomplex De Waakzaamheid. Pakhuis Asia is inmiddels in volle glorie hersteld en wacht op een koper of huurder. Alleen de afwerking, zoals toilet, keuken, verwarming, elektra en wandafwerking, moet nog worden uitgevoerd. Uiteraard in overleg met eventuele huurders of kopers. Het houten pand aan de Zaanoever leent zich uitstekend als bedrijfsruimte voor creatieve beroepen. Pakhuis Asia stamt uit circa 1675... en werd oorspronkelijk gebouwd als vleethuis. In Vleethuizen, een verbastering van Vloothuis, werd het uitgebreide arsenaal opgeslagen dat bij de walvisvaart noodzakelijk was. Zoals harpoenen, bijlen, spekmessen, roeiriemen, roeiboten en tuigage. Volgens schattingen waren er in de Zaanstreek in vroeger tijden tientallen vleethuizen. De restauratie van Pakhuis Asia, een provinciaal monument, is nagenoeg voltooid. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het terras. Bij de ingrijpende restauratie werden de originele onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt om de authenticiteit van het pand te bewaren. Het 19 meter lange pakhuis telt 3 bouwlagen en heeft zoals gebruikelijk bij pakhuizen een gepotdekselde wand waarbij de houten delen dakpansgewijs over elkaar zijn aangebracht. In de Zaanstreek wordt zo'n wand nog altijd een getrapte weeg genoemd. De ligging van het pand mag zonder meer uniek genoemd worden. Het 17e eeuwse houten pakhuis bevindt zich pal aan de Zaan en beschikt naast een weids uitzicht over de Zaan ook over een terras aan het water. De robuuste constructie ademt de grandeur van het vakmanschap uit vroeger eeuwen. Asia is zonder twijfel een uitgelezen locatie voor creatieve bedrijvigheid in het enige overgebleven vleethuis in de Zaanstreek, pal aan de rivier de Zaan. De locatie is ook over het water bereikbaar. Er is een steiger aanwezig waardoor vaartuigen kunnen afmeren. De totale vloeroppervlakte van Pakhuis Asia telt 320 vierkante meter. Er zijn qua indeling meerdere mogelijkheden van circa 110 vierkante meter tot 320 vierkante meter. Uiteraard leent de vrije locatie zich voor vele gebruiksmogelijkheden, zoals praktijkruimte, zakelijke dienstverlening of atelier. Deelverkoop of verhuur is mogelijk. Asia is een inspirerende werkplek met een onbelemmerde blik op de bedrijvigheid op de Zaan. Een fraaie, eeuwenoude locatie voor kleine en of middelgrote ondernemingen die zich willen onderscheiden met een monumentaal onderkomen en bezoekers willen ontvangen in een sfeer van klassiek vakmanschap.